Rijntieren, man. Als je op keert wilt zoeken, ja, dan zul je Rijn ik altijd. Geboren in Winaan, daarna in Mullumfruze. Ja. Hoe ben je in contact gekomen met een keertspot? Nou, vanuit Winaan. Daar wien natuurlijk Ruud Rutten, Johan van der Molen, Abe de Vries, daar wien de jongens die de keersten. En in Winaan wie net zo vol. Dat eerste wat we daar konden, wie Semmers keerts en Sventus Retri, dat er iets looi. Mooi smokkeerts wilt je? Ja, prachtig. Dus ja, zo'n handen. Toen naar Mullum daar, wie een goede jongens keertsen? Ja, vanaf de squaljongens heb ik weer naar zitten. Ja. Maar vooral in de jongens hebben wij wel de successen wel helpen. He, waaronder Trede Paris op Vreulen in Jontje Vjouwen 80. Nou ja, hele bijzondere hele finale, 4 miljoen volgens in Tjinsentanne. Ja. En toch een blessure van de achterin, ze rekenen dat dan nog aan. En nou ja, dat Sint-Anne en Arem en Germak, ja, dus 4 wezen zijn een keer. Dus dat weer ja. Ben je dat van die momenten, Ryan, die bijblowen? Ja, altijd. Ja. Had je dat gevoel hebben dan op zo'n partij, dan denk je dat, ik heerst hier. Ja, dat is elke dag weer bij binnen, maar ik kom er ooit ik wel. Ja. Maar brengt je nou, hoe moet ik het zeggen? Brengt je, ik ben nou binnen. Dus voor mij is een sporter is iemand die wil investeren in hemzelf. Ja. En het is gewoon keihard werk in een sporter, maar ik in het bedrijfsleven. En daar is denk ik wel wat dus brengt, we hebben nou Joerik Sting, zeg maar. Hè? Ja, wat een prachtig mooi bedrijf, Joert en Iep en Dij. Ja. Toch even naar de keerscarrière, de eerste klas, heb je nog keert. Ja. Toch ben je vrij gauw stoppen. Ja. Waarom? Dat maakt meer in de privé sfeer. Het is, ik ben op de 21ste stad. Ik krijg op het moment dat we, nou, ik keerste ze nou en dan eens op hoofdklassen. En dat weet dan wel in de tijd van de grote man. Hè, van Zagen, Piet Jetsen vader, Wiepie van Wieren, Koos Veldman, Tune Schuurdal, die Gerrit Markinga. Die goals Jedder neemt hier. En we kwamen er als broekjes kwamen erbij. En nou ja, dat hier, dat jongen had altijd lekker succesvol. Maar ze staan er gewoon, kwam wel dat ik denk van nou, dan moet ik dan per stapjes mooi zien. Maar toen kwam er in de privé sfeer, die is er iets voor. En toen moest ik stappen. En, maar goed, dat heeft mij. Dat heeft heel moeilijk geweest. Ja. Ja. Zie je in je grote keertse zongen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, als jonkje van zongen hier kwam we altijd dat we er al weer in. Dan net hoe de keertse komen naar de hoofdklasse. Ja, dat zijn meer de voorbeelden. Johannes Brandsma, dat vind ik, nou, dat is een fenomeen. Maar ik een Wiepie van Wieren. Ik kwam voor het eerst in Stingers. Op de hoofdklasse mocht ik nooit wonen. En toen vroeg ik meneer van Wieren, mag ik wel nooit op zitten? Zo, dat wiet respect en een waardering. Ja. Jonkje, kom dan weer maar even. Nou. Nee, dat is er zeker. Dat is het waarderen. Dan heb je een nieuwe keerscarrière, maatschappelijk heel veel dingen. Waar ben je begonnen met dat? Ik ben de Vlietstra's, geen mijn bedrijf, Defensie. Ja, Vlietstra. Ja, gewoon een witsje. Ja. Ik zei van, jonkje, dat kan hier wel even komen. Kunt hij wel wat bijbrengen? Nou, dan heb ik een protoleerd. Protoleerd van Oude Vlietstra. Ja. Ja. Wat dan? De contact? Ja, nee, maar ik ben van Oude, ja. Ik ben altijd heel verlegen. En misschien was wat te bescheiden. En daar heb je wel bijgebracht, jongens. Die matrozen hebben we bereiken willen, dan moet je even een stapje verder dan de rest. Ja. Dus nee, zeker. En is dat ik de basis van het succes wat je nou hebt? Denk ik wel. Dat je investeren kan en dat je een doel hebt. Ja. Dat zeg ik niet als ik ben, dat zou ik niet zo sporters. Sporters kunnen investeren. En dat is wel iets wat ik zelf wel heel iets vaandel. En dat het net altijd te lekker makkelijk is, maar dat je wel je doel bereiken moet en willen. Den Einde Vlietstra, waar ben je toen gewoon? Toen kwam ik bij een groot bedrijf wat in de droegtechniek deed. Die vregen mij om bedrijfsleider te worden. En in het noorden, dat heb ik op poorten zetten. En dat jongen, in het begin wat moeizaam, maar na een jaar gewoon het hartstikke best erin. Toen kwam ik erachter dat ik een commercieel nog wat talenten hier, dat wie ik van mezelf net bewust. En dat heb ik 18 dingen. Heel protoleerd, de wereld doorweest ik in het werk. En ja, toen kwam voor mij een punt om te zeggen: jongens, dit kennen we en dat moet misschien ook wel eens. Ja. Ik iets meer wat dichter bij uw Noorderlingen looit, dat miste ik wel een beetje. Toen ben ik van mezelf begonnen in 2004. Ja. Ja. Dan doe je de eerste stappen. Wie dat spannend voor jou? Ja, natuurlijk, dat is spannend. Het is natuurlijk wel een beetje onbekend terrein. Pionieren? Ja, ik pionier, kijk, het werk ook, de klanten ook, de klanten komen mij, dus dat was op zich net zo spannend. Maar ik kreeg daarin volonteren goede onbevelingen van grote opdrachtjouwers van mij, die zijn van jongens,
En die ik van tevoren was even een beetje hefke van, ja. Van wat hoe steen met zijn oor. En nu zijn ze ook van jongens, het maakt het mij niks uit van wie het werkt. Wij willen maar aan tien maar werken. Nou, als je dat doet, mij wel de bevestiging van jongens, dit biedt perspectief. Ja. Dus we beginnen voor. Dus dat ik het vertrouwen wat je uitstraalt, wat je opbouwt, maar ik afspraak is afspraak en altijd wat gebeurt, we lossen het op? Nou, misschien wel, dat weet ik net. Voor mij is dat vanzelfsprekend en ik denk van heel het meisje naar mijn zin, ik. Ja. Maar misschien is dat in het ondernemen misschien wel een basis, maar ik, voor mij is het zelfsprekend. Ja. Ja. Maar je straalt het uit? Misschien wel, ja. Misschien wat ik vroeger te winnen straalde in de keerserij, daar straal ik misschien nou wat meer uit. Hè? Ja. Maar ik de wil om te winnen. Ja. En ik wil gewoon scoren, ik wil succes hebben. Ja. Ja. Maar net ten koste van alles, nee, denk ik. Nee, in het nette en in het redelijke. Ja. Ja. Dan de keertsport. Ja. Ja, ben ik heel actief, hè? Wat doe jij? Nou, dat ik het altijd doog. Het laat me het het. Ja. Het is een fantastisch mooi speeltje. De bad natuurlijk op dit moment een soort in de keertsport, dat geeft me ook gewoon. Wat ik ooit doog, ik ben sponsor. Ik zit in de club van Tsien. Ja, voor de rest, ik ben liefhebber. Ik mag graag het speeltje beginnen. Op alle niveaus trouwens. Hè. Net alleen de heren, hoofdklasse, maar ik vind dames en alles eromheen. In de jeugd vind ik fantastisch. Ja. En dus, dan de club van Tsien. We hebben bestuurslid KNKB Jan van Erven mooi inzet. Ja. Maar ik meer ondernemers. Ja. Wat bepraat je? Hoe moet je hem die plan van hier? Wie kon hem benijd nog even? Oké. Okay. Nou ja, wat wij dus mee bezig houden, is dat we proberen wat meer yield te genereren voor de keertsport en voor de KNKB in het bijzonder. Wij zoeken je potentiële sponsors. Hè? Wij hebben natuurlijk een behoorlijk netwerk, machinaal. Ja. En nou ja, dat proberen wij dus, dat waren wat de opening voor een commercieel manager van de KNKB. Ja. Onder andere. En je hebt succes. Ja, Hoe deed het je te langzaam? Wat dit langzaam, maar ik bedoel, moet je meer? Er is wel meer mogelijk en er is nog meer te doen. Maar goed, je hebt mooie oren besturen en ook mooie meesten te krijgen. Dus, vrijwilligers? Ik dat, ja zeker. Vind je dat moeilijk? Net als je professioneel bedrogen en daarnaast het tak van sport vrijwilligers in de club van Tsien? Nee, dat vind ik net moeilijk, omdat ik te schakelen. Nee. Ik begrijp heel goed dat een heel soort meisje binnen die een heel soort vrije tijd en steken. En dat mijn heel veel leren doorgaan, maar dat die tijd wel eens beperkt is. Zeker, ja. Nee, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dan de passie van een keertsport zelf. Ja. Ik ben alle week nog op een film. Nou, wel vaak, net alle week, maar wel vaak. Ik vind het, genieten? Ik vind het, natuurlijk, ik wil eens een wat minder. Ik bedoel, maar zolang ik mijn beleving doorgaan en indruk wekken willen, dat je graag winnen willen, dat je chillen willen wat je kennen. Nou, dat vind ik mooi. Mis je dat bekeertjes? Daniel, Iziger, werkt bij jou? Ja. Ja, je maakt er natuurlijk je bij de tafel eens even horen. We hebben meerdere keertjes hier in huis. Tuurlijk, we praten product over sport sowieso, maar ik heb keertjes in het bijzonder. De beleving van vroeger en de uitstraling van de keertjes van doen, vind ik, dat mis ik wel. Ja. Ik denk een heel soort meisje mooi is. En ik denk dat ik heel erg rond kon zien op de jongen van de Van Wierens. Ja. En dat ben ik zelf ook geweest. Nou ja, ik denk dat die jongen nog heel veel zijn heeft. Ja. Wat kun je daar dan doen? Mooi ook wel. Is het de maatschappij? Dat we individualistisch zijn? Tuurlijk, nee, maar dat is ik zo. Dat zul ik, maar ik vind dat een keertje er zelf ook een heel soort van. Ja, maar ja, jouw werknemer, Daniel Liesinger, een voorbeeld voor een keertsport natuurlijk. Een plaatje. Ja, nee, maar goed, dat ben ik dingen die waar jullie natuurlijk moet praten, maar ik... Nee, maar Daniel is natuurlijk een sieraad van de keertsport. En die wist als je in oor hoe dat uitdragen moest. Maar ik hoe de meesten zien waardering meesten waarderen moest. Van alle vrijwilligers die elke week de lien en de keertvelden mengen. Et cetera. Alles wat er bij komt zien om een wedstrijd te organiseren. Ja. En ik denk dat daar wel eens een aantal meesten moet voorbij rennen. En ik denk dat ik wel eens het meest gestekt. En is dat de keertjes is algemeen? Dat je zegt van, daar maar wie stapt een maatje maar voor? Ja, dat het algemeen is, maar daar ben ik wel staat in te maatje, zeker. Ja. En dan maatje ik me wel eens wat zwaarder worden en ik maatje me daar ook wat drukker worden. Ja. Maar ik denk wel dat daar wel de lezen nog zeker komen als een meisje bij me moeten brengen. En daarom, maar hoe maatje je er nou druk? Nou, ik zie dingen gebeuren, dan denk ik van jongens, shame het nou net dat ieder meisje een stukje waardering en hebben wel voor het werk, vooral in de keertsport, vrijwilligerswerk wat ze doen. Ja. Ja. Dan zie ik je een prachtig shirtje van Cambuur, dus ben ik voetbalsupporter. Ik dat nog, ja. Cambuur? Ja, Cambuur, dat laat mij onthet. We hebben net al in de duin gehad dan natuurlijk, maar er is nog een hele goede Friese ploeg hier, daar markeert niks aan. Nee, maar Cambuur, ja, van jongs af aan kom ik er al. Oké. Okay. Ja, maar gewoon de mentaliteit, dat spreekt niet om de club op zich. Ja, dat vind ik prachtig. Wat moet er gebeuren? Ja,
Dat weet ik alleen. Nee, maar natuurlijk, van mij wees op een goede waai. Maar goed, dat zal ik best nog wel wat doen. Maar daar heb ik hem in zaag in. Gewoon een lekkere supporter op de tribune, elke week, elke twee weken erin. Ja, en dan Manny Maarten, dat vind ik het allerleukste. Ja. Dus nee, best nog. Even nu de drukte van het bedrijf. Want wat van bedrijf heb je precies? Wat gebeurt je daar? Ja? Ja, ik gebeurt op zich wel een heel soort, denk ik. En het is soms ik was moeilijk uit te lezen, dat wij al door. En daarvoor ben ik een van de redenen om ze hier op een dag te organiseren. Nou ja, wij hebben twee bedrijven eigenlijk, en dat is het bedrijf in droogtechniek. Dat ook al vanaf het begin, daar ben ik maar begonnen. En daar houden we bezig met het verhieren van droegers. En ik uw kennis, want ja, vocht is toch iets specifieks. Ja. En daar komt wat meer bij Sjön dan samen even naar het raaddel zetten. Nou, daar ben ik denk ik redelijk reut in. Ik denk wel top 4 van Nederland zelfs. Okay. Dat is eigenlijk een materie dat get ik steeds terug, die ontwikkeling. En daar proberen we dus in voor te blijven, bij te blijven, maar het blijft in voor te blijven. Ja. Daarnaast heb ik dan bedrijven met lekdetectie. Daar rennen de meeste mensen niet om en dat houdt in dat we lekkages op sporen kennen van installaties, vooral wetterinstallaties, oorlog en wetter in de strand. Om die zonder hak en breekwerk op een centimeter nauwkeurig de lekkage op te sporen. Hoe ben je daar zien komen? Ben je erin geroeid? Nee, daar kwam ik toevallig. Daar kwam in aanraking mooi. En ik denk dat past wel mooi bij de droogtechniek. Ik denk dat een mooie combinatie en we kunnen mijn koor daarin omvullen. Ja. Alleen dat lekdetectie dat neemt zo'n vlucht, dat is onvoorstelbaar. En wat doen we dan precies? Je wilt bellen, er is een lekkage. Ja, bij het meeste werken we van verzekeringen. Hè. Mensen die thuis denken van jongens, we hebben een vochtig plak om het plafond of ergens in een wenning. Die bellen je een verzekering. En van jongens, we hebben westkeer. Nou, zo'n verzekering heeft er baat bij dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk oppakt. Die bel je huis van jongens, geef me eens onderzoekje wat er nou onder is. Ja. Nou, dan hebben we alles onderzoekje, de waterleiding, de afvoerder van centrale verwarming, vlierverwarming, alles. En door de specifieke apparatuur die we hebben en de kennis van de mensen die wij zelfs opleiden, kunnen wij op een centimeter nauwkeurig detecteren waar het lek zit. Dus wij beperken u altijd tot in je tegel, hoe buurt met in je tegel uit. Ja. Dat is de uitdaging. Hè? Iedereen heeft vaak nog niet of twee tegels lezen. Ja. Dus van de verzekering is dit ook een win-win situatie natuurlijk. Ja. Je hebt net monteurs die het mooi zien, repareren. Nee, wij willen... Bewust? Ja, dat is heel bewust. Wij werken vreemd als onafhankelijke partner. En dat wil ik ze horen. En dat is ook wat uw opdracht jou was van uw verlangen, hè? Ja. Ja, en je bent eigenlijk alleen in Friesland. Je bent er in Nederland. Ja, we zijn hartstikke heel Nederland, ja. Ja, zo nou en anders in België. Waar kom ik eens in het Vierdervoort. Ja, wij worden steeds verder vregen. Best genoeg. Dat is een stukje waardering van het werk wat je doet. Ja, en ook apparatuur, chasseur in de hal. Geweldige apparatuur, dat is echt op een centimeter keer nauwkeurig. Ja. Maak je meestal in de constant cursus moeten gaan? Ja, constant opleiden. Ik naar je meesten die hier komen, die rennen eerst niet alleen maar mooi binnen bedrijf. Daar wordt echt niet alleen op geïnvesteerd. Dan kun je ze vrij. Maar het is een ingewikkelde materie inderdaad. Ja. Het is net een samenwacht. Zie je dan de popkus beduurd? Dat je wat mensen kennen, wat netwerken hebben. Dat je zegt van, hé, die heeft een goede basis ondergrond qua techniek. Maar daar ken ik dan wel wat aan sleutelen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je put het je eigen netwerk. Maar je vacatures zet je op in de mediadel, maar ja, en je vis je altijd bij mensen die je kennen, van jongens, kerst ook nog hier. Nee, dat is best wel ingewikkeld. En natuurlijk, je valt ook wel eens hier maar net iedereen beheerst dit vak. Nee. En dat is best wel lastig, maar goed. Is het moeilijk goed personeel te krijgen? Je investeert er in jou hierin, dus dan mag je wel voor te klikken. Ja, nee, klopt. Dat is hartstikke moeilijk. Dat is duidelijk bij ja. Maar goed, we zijn altijd op zoek naar. Ja. Ja. Wat is voor jou de uitdaging van je bedrijf nog? Waar wil je heen? Want je begint van, ik haal het doel. Ja. Nee, maar het, wat ik wil, dat is natuurlijk om in sporttermen te blijven, wij willen Champions League spelen. Ik denk dat we dat op dit moment ook. Ik in de lekdetectie zit bij hem in de top 5. Maar ik, bij mij is een jochem pas voldoende. Of in uw werk, net bij mij, maar het werk verlangt gewoon dat een jochem pas voldoende is. En dat is natuurlijk, dat is heel, heel heeg. Ja. Iedere dag weer. En dat moet je wel brengen kennen. Wat verbaasd ben je, hoor? Dat kan beter een order oordelen. Nou, ik heb peerpersoneel man, die zei, als het erop aankomt, helpt er gewoon mooi. Ja. Hij schakelt.
Altijd, altijd. Goed, zeg mijn pak, maar ik bedoel vanmorgen hier al wat ik leer nou een beetje schermhoudje. Nee, maar dat, ik ben een man die schakelt altijd. Ik vang de pieken op, zeg maar zelf. Ik wetterskeer riep ik zelf, we horen dingen. Nee, maar dat vind ik mooi? Ja, vind ik fantastisch. Ik ben het lesboeken. Onder de meisken, projecten bezien en de meisken op zich. Nee, vind ik het leukst. Ja, dat is dan niet een daaier. Ja, succesvol. Een soort meisje, soort ik ondernemers. Grutte bedrogen ik. Ja. We hebben een soort contacten. Ja. Ja, dat is echt, we hebben een prachtig mooie... mooie opdrachtjouwers met goede opdrachtjouwers. En dat zit wat heel lang, maar inderdaad ik hele grote partijen. Ja, ja. Ja. Ik zie een mooi keertje hier. Ja. Hij is aan gewoon, hè? Ja, dat klopt. Ja, dan stik je nostalgie, maar denk ik gewoon... ik voor mij is het goed om ze nou en dan eens even zin te leggen. Van mezelf, ik naar mezelf dat. En zeg jongens... Wat kost wij? Wat heeft er verdwaan moeten? Dus dat ik dat. Dus, ja, maar ja, als ik het zo'n bedroosje, een jongeman uit Wienaam, ja. Dan heb je eigenlijk succes. Ja, ja, maar daar sta je zelf haast nooit bij stil. Dat is het gekke. En je hunkert er wel altijd naar op een of andere manier, maar je staat er zelf nooit bij stil op het moment dat het zo is. Want je denkt, we moeten het nog beter. Hè? Met het mooie ik bewijzen. Dat is denk ik meer het... Is dat ik de kwaliteit dat je zegt, van ik wil nog niet jongen, het mag gewoon niet jongen wezen? Ja. Nou, misschien wel, maar ik denk dat het heel goed is om ze nou en dan eens even een stapje van naar achteren te doen. Om eens even goed naar jezelf te zien, naar je bedrijf te zien en ik eens een keer te leren te genieten van wat je bereikt hebt eventueel. Dat mist wel eens even wat. Maar dat is niks, maar dat is, je bent nooit hard om te leren. En maar ik denk dat we in een stuk dat volle meer. Ja, zit het, speelt het thuisfront eigenlijk niet mooi? Nou ja, ik... Ik heb een vrouw die me al aan de kant de ruimte jouwt om dit te ontwikkelen. En ik denk dat wel heel belangrijk is, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, zeker.